Hoi, ik ben Giel van Downtown.nl en dit is de Slingshot KTV. Leather look, lekker kleurtje en een goede binding. Het eerste wat opvalt is dat er hier onder het aluminium profiel een hoop materiaal is weggesneden. En dat noemen ze de bottomless base bij Slingshot. De bottomless base zorgt ervoor dat je directer contact hebt met je board. Dat er minder foam of ander materiaal tussen zit, zodat je snellere overbrenging hebt. Ook je board het beter blijft voelen. Nou, wat altijd opvalt bij Slingshot zijn de gummistraps. Dat is een eigen sluitingssysteem met een soort rubberen banden die hier achter het haakje vallen. Waardoor je extra strak in je binding zit ten opzichte van een klittenband of een veterbinding. Even wennen, maar dan zit je ook muurvast. Verder, J-bars in de binnenschoen. Waarschijnlijk op camera niet zo heel goed te zien. Maar eigenlijk wat het doet, zijn twee J-vormige bars, reepjes, die om je hak heen vallen, waardoor je hak beter onder in de schoen gedrukt blijft zitten. Waardoor je meer grip blijft houden als je wat water in je schoen hebt. Dus als je een airtrick of veel kracht op je voet zet, wat minder snel met je hak omhoog gaat komen. 3D molded tong, oftewel die tong is voorgevormd, dat je er meteen instapt en meteen ondersteund wordt. Als laatste, het K9 bevestigingssysteem. Dat betekent eigenlijk niks meer of minder dan dat er met een klauwtje vastgegrepen wordt in een ribbeltje van metaal, waardoor je binding vastgezet wordt op het bord. Geeft je meer stance mogelijkheden, meer hoeken waarin je de binding kan zetten. En zorgt ervoor dat de binding, de base daarvan wat smaller is, waardoor het bord wat meer zijn natuurlijke houtflex behoudt. Uniek bij Slingshot, noem het K9 van de beetjes van de hond. Maar dan K9 als je gaat googlen. Wil je hier meer over weten of wil je de KTV passen? Kom dan naar de winkel in Den Bosch om ze te proberen. Of check downtown.nl voor meer info. De KTV van Slingshot.